Breda Nu. Je weet het meteen. Kunt u mij in het kort een uitleg geven over waterpolo? Tuurlijk, waterpolo is een sport zoals je kunt zien die in het water plaatsvindt. Waarbij 7 spelers door met elkaar samen te spelen een doelpunt proberen te maken. Een van de belangrijkste regels is dat je de bal niet met 2 handen mag vastpakken. Dus je moet altijd met 1 hand de bal overgooien. Je kunt ook tevens niet staan in het water, dus dat maakt het al wel een stukje lastiger. Je mag eigenlijk elkaar best wel vrij zijn in wat je doet in het water. Zolang je, als je de bal vast hebt bijvoorbeeld, mag iedereen je verzuipen of onderduwen. Maar wanneer je de bal loslaat, dan krijg je meteen een vrije bal. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je een heel dynamisch spel krijgt dat heel erg snel gaat door overpassen en de vrije ballen die worden vrij makkelijk gegeven. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd 2 scheidsrechters op de kant staan die het een beetje in de gaten houden of dat het allemaal volgens de regeltjes verloopt. Er zijn nog wat andere spelregels. Je mag bijvoorbeeld niet in de 2 meter lijn liggen, dus dat is binnen 2 in straal of een afstand van 2 meter van het goal af. Is dat niet toegestaan? Als je daarin ligt, dan krijg je meteen een vrije bal tegen. En als je bijvoorbeeld een vrije bal krijgt en je ligt buiten de 5 meter lijn, dan mag je direct op het doel schieten. Wat het leuk maakt is dat het een hele dynamische sport is. Het is een combinatie van een fysieke sport, een sport waarvoor je veel inzicht nodig hebt, techniek en kracht. Het stukje kracht heb je nodig om natuurlijk boven te blijven en de duels met elkaar aan te gaan. Techniek is erg belangrijk, of dat je goed met de bal kunt omgaan, handige paasjes kunt geven. Een stukje inzicht heb je nodig omdat het spel ontzettend snel gaat en daardoor moet je goed opletten wat er allemaal gebeurt. En je zwemmend vermogen is natuurlijk ook erg belangrijk in de sport. Wat is jullie thuisvonk? Dat is de Wisselaar in Breda. Alleen de Wisselaar? Ik hoorde ook iets van Sonsbeek. Heel af en toe spelen we wedstrijden in het Van Sonsbeek. Maar dat is eigenlijk alleen wanneer het schema technisch niet uitkomt en we dus noodgedwongen naar het andere bad moeten. Jullie zoeken nog leden? Uiteraard. We hebben eigenlijk verschillende categorieën voor de waterpolo. Het begint eigenlijk al vanaf de mini-pupillen. En dat zijn de kinderen die 8, 9, 10 jaar zijn bijvoorbeeld. En die als eerste kennis proberen te maken op een hele speelse wijze met waterpolo. Daarna kom je op het moment dat je in competitieverband terechtkomt, begin je bij onder de 11. En dat gaat zo door tot onder de 13, onder de 15, onder de 17. En vervolgens ga je naar de senioren toe. Wat moet je kunnen om lid te worden? Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je goed kunt zwemmen. En een zwemdiploma is wel een vereiste. Op het moment dat je bezig bent met je B-diploma of die al hebt, dan kan je eigenlijk al starten met waterpolo. En voor de rest moet je krachtig zijn en het leuk vinden om te zwemmen. En alles kan je natuurlijk leren. Dus als je het leuk vindt om te spelen, dan kan iedereen natuurlijk zo een keer komen kijken op een training.
Aquida nu. Je weet het meteen.